bent u voor of tegen 2G? Ik ben er wel voor. En kunt u dat uitleggen? Ik vind mensen die gevaccineerd zijn, die hebben zich niet voor niks laten inenten. Die vind ik wel dat die voorrang hebben op de rest en dat die veilig naar binnen moeten kunnen overal. Tegen. En kunt u dat uitleggen? Ik vind dan kunnen mensen wat niet willen gevaccineerd zijn en mogen nergens heen. En dat vind ik niet nodig. Er zijn inderdaad mensen die niet kunnen vaccineren, dus dan kunnen ze ook nergens heen. Dus ik vind het niet nodig. Je hebt er voorstanders en tegenstanders van en iedereen zal voor zich eigen moeten bepalen. Net zoals hoe ze in, het hele proces wat nu gaande is met dat hele corona. Het enige waar ik ontzettend veel problemen mee heb is dat er zoveel verdeeldheid gecreëerd wordt. En er wordt dan altijd wel gewezen naar de regering. Maar we zijn zelf als mens verantwoordelijk hoe je daar naar elkaar omgaat. Meneer, bent u voor of tegen 2G? Ik ben voor 2G. En kunt u dat uitleggen? Nou, ik vind dat iedereen zich maar moet laten vaccineren. Dat is, want als ze het niet doen, vind ik gewoon asociaal. Ze zijn gewoon dik egoïst. En meer heb ik er niet van kwijt. Als je ingeënt bent of niet ingeënt, iedereen moet het voor zichzelf uitmaken. Ja, ik vind het, als je inderdaad zegt dat mensen een vrije keuze hebben, dan moet je ze geen belemmeringen opleggen in hun dagelijkse leven. En of je dan, dat zegt niet of ik voor of tegen vaccinatie ben, maar ik vind gewoon dat iedereen die keuze moet hebben om datgene te doen wat hij of zij wil. En ik vind inderdaad, ik snap dat mensen die niet gevaccineerd zijn zeggen van ja, weet je, ik word heel erg belemmerd en het is geen vrije keuze meer. Dus daarom ben ik tegen. Maar ik vind gewoon, je hebt je niet van niks in laten enten en dan kun je misschien iets besmet zijn, ja. Dat kan iedereen overkomen. Ik ben wel tegen 2G. En kun je dat uitleggen? Ja, ik vind eigenlijk dat het veiliger is als mensen gewoon getest zijn voordat ze ergens heen gaan. Want dan weet je zeker dat ze geen corona hebben. En stel iemand is wel gevaccineerd, maar niet getest. Dan weet je eigenlijk nog niet of diegene op dat moment corona heeft. Ik ben een vrouw van 80 jaar. Ja, dus ik heb het voor voorzorgmaatregelen gedaan. Maar ze moeten niet mensen die waar het gezondheidelijk niet aan kunnen, ja, overal uitsluiten, dat kan niet. Hè? Ik heb zelf dan de afgelopen jaar veel in mijn vriendenkring, familie, mensen over zien gaan, zoals ik het noem. Ja? Mijn moeder is met een labeltje corona overleden, mijn oom, een zwager, een neef. Ja. Maar kijk, ik kan ook wel besmettelijk zijn. Ondanks dat ik gevaccineerd. Ik heb trouwens ook corona gehad, daar gaat het niet om. Dus ik ben eigenlijk drie vaccinaties gehad als het op aankomt. Maar iedereen die als ze een beetje voor de samenleving wat over hebben, die moeten ze gewoon laten vaccineren en meer is er niet van. En dat ik die corona heb gehad, want ik ben er behoorlijk ziek van geweest. Ik heb er wel geluk gehad. Dus. Ik heb zoiets, weet je, gooi alles open en hou eens op. Laten we gewoon allemaal zo verstandig zijn en als je ziek bent, blijf je thuis. En verder, ja, het gaat niet meer weg. Net wat ik zeg, je weet dan niet of mensen met corona nog ergens naartoe gaan, ondanks dat ze wel gevaccineerd zijn. Ik denk dat het dan toch de maatregelen aangescherpt zullen moeten worden. Ja. Aan welke oplossing zit je zelf te denken, afgezien van 2G? Ja, toch maatregelen aanscherpen. En ik aan welke denk je dan? Vooral de evenementen kleiner houden. Ja. Die hoor je nu al klagen. Ja. Ja. Ja, ik denk wel dat dat de enige oplossing is. Want toen de evenementen geschrapt waren, toen bleek wel dat er minder besmettingen waren. Ja, en dan krijg ik alle mensen die in de zorg werken, die zeggen van ja, weet je, het is niet meer hanteerbaar. Nee, dat is dan inderdaad ook een probleem. Maar ik zie ook gewoon om mij heen en in mijn werk mensen die ook psychisch gewoon nu helemaal het niet meer trekken. Iedereen moet gevaccineerd worden, klaar, makkelijk zo. Ja, ik denk dat het al begint met we moeten het samen doen. Ja, neem ieder zijn verantwoordelijkheid erin. Ja, en dan kun je heel veel dingen kun je op een andere manier oplossen. Hoe ziet u een eventuele toekomstige lockdown? Bijvoorbeeld met kerstmis. Liever niets meer. Als het moet, dan moet het. Dan is het niet anders. Ik ben er wel heel makkelijk in. We hebben alleen een boel frustraties. Mensen die elkaar in één keer niet meer aardig en lief vinden. Eigenlijk heeft het alleen maar ellende veroorzaakt en dan heb ik het niet over de corona, maar wel over de maatregelen.
Nou, ik vind, als het nodig is, als het moet, dan moet het. Maar het zet weer de hele economie op de kop natuurlijk. Het mooiste zou natuurlijk zijn voor niet. Maar als de besmettingen echt blijven oplopen, dan denk ik dat het wel kan gaan gebeuren. Ja. Het blijft een moeilijke zaak. Ja, dat zeker. Ja. Veel verschillende meningen ook en dat maakt het ook lastig. Er zijn veel voorstanders, veel tegenstanders. Dus ja, dat is lastig. MUZIEK